Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie allemaal? Ik wil jullie vandaag even meedelen dat ik mijn passie voor het lezen terug heb hervonden. Vroeger las ik heel erg veel, maar de laatste tijd was het hard geminderd. Maar onlangs heb ik dus weer een prachtige boekenserie gevonden van de schrijfster Sarah J. Maas. En de boekenreeks noemt De Glazen Droom. Het is echt wel mijn ding. Ik blijf er maar in lezen. Dus ik ben wel heel erg blij dat ik mijn passie voor het lezen terug heb gevonden. Het is echt een heel erg goed boek. En er zijn ook meerdere boeken van deze serie, van deze boekenserie. Dus dit is het eerste deel. Ik kan maar niet stoppen met het te lezen. Ik vind het zo goed. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar de volgende delen van deze serie. Ik zal even de achterkant voorlezen aan jullie waar het over gaat. Dit is trouwens een foto van de schrijfster. Silenas Sarraudin is een 18-jarige sluipmoordenaar in het koninkrijk Adarlan, een corrupt land met een tirannieke heerser. Na een jaar gevangenschap wordt haar vrijheid beloofd, mits ze een toernooi wint en zo de nieuwe kampioen van de koning wordt. De Glazen Troon-serie volgt Selena als ze onverwacht bondgenootschap besluit, verstrikt raakt in samenzweringen, vecht en steeds meer geheimen ontrafelt over het koninkrijk. Maar de ontdekkingen die ze doet over zichzelf zijn misschien nog wel schokkender. Dus ja, echt wel heel erg spannend en goed. Dus dit wil ik nog even meedelen aan jullie vandaag. Dus, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne avond en heel erg veel liefs van mij.